Welkom bij dag 3 van de BMW GS Trophy 2020. Vandaag krijgen de deelnemers maar liefst 3 proeven voor de kiezen. Gelukkig is de eerste proef niet ver weg, maar het blijft vroeg. Goedemorgen, het is 7 uur 's ochtends. We staan nog steeds op het Noordereiland in Nieuw-Zeeland. We zijn net aangekomen op het strand. De eerste special stage van vandaag, opnieuw in het diepe zand. Voordeel voor Team Nederland. Ze zijn erg gretig, heb ik gemerkt. Ze staan goed in het klassement, maar ze willen veel meer dan de plek die ze nu bezetten. Dus het gaat echt een interessante dag worden. Wederom dus een oefening op het strand. Maar plots blijkt er een regel te zijn waarbij de rijder van gisteren vandaag niet de special stage mag doen. En dus wordt Xavier last minute in het zadel gezet. Geen tijd om zenuwachtig te worden. Gas! En hoe? Xavier is een van de weinigen die de zandbak zonder vallen of vastzitten afrondt. En zo scoort Team NL een absolute toptijd. Deze man heeft het geneeld. Waarom tactiek dat ik het zou doen als motocross zandrijder, maar ik mocht niet omdat ik gisteren een special stage heb gedaan. Maar ja, Xavier heeft gerokt, helemaal top, nul fouten, volle speed. Lekker man. Lekker jongens. Op naar special stage 2, via een prachtige route langs de kust. En special stage 2 is bepaald geen oefening die je verwacht in een GS Trophy. Eddie, kom er maar in. Oké, prachtig plaatje. We staan hier op het strand. En achter me moeten de jongens hun handschoenen door een nekbrace gooien. Ja, niet echt een opdracht die leuk is om naar te kijken, maar ze gaan er wel voor. Peet mist beide pogingen. Gelukkig sprokkelen Jaap en Xavier nog de nodige puntjes bij elkaar. Nice! Dat ding! Stand again! Maar tevreden zijn ze allerminst. Al zou uit de daguitslag een heel andere conclusie luiden. Goed gedaan, mannen. Ja, en dan door naar Special Stage 3. En natuurlijk weer even genieten van het prachtige Nieuw-Zeelandse landschap. Special Stage 3 is een uitdagende. Na wederom bijna 400 kilometer rijden bij een temperatuur van zo'n 28 graden zit iedereen er behoorlijk doorheen. Maar Jaap niet, want Jaap ziet een opdracht die hem op het lijf is geschreven. Een technische trial. Hij scoort de tweede tijd. Yes! Yes! Lekker Jaap! Doe dat. Lekker. Geweldig. Stop. Ja, je hebt me wel helemaal. Lekker Jaap! En dan natuurlijk weer de winnaar van vandaag. 37 today, 157 total. South Korea! Na wederom een prachtige dag lijkt het nu wel heel serieus te worden voor Team NL. Ze staan derde in de algemene tussenstand, achter Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Maar dat podium blijkt nu niet meer te tellen. Ze gaan nu echt voor de overwinning. Tot morgen!